De KPN-Edivisie wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Yes, dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij de KPN E-Divisie Goals Show. We zitten alweer in speelronde 17, dat betekent de ene laatste speelronde. En hopelijk een speelronde met heel veel goals. We moeten alvast één ding vertellen, we gaan iets opmerkelijks en iets nieuws zien. We gaan namelijk met echte clubs spelen, of echte teams, toch? Ja, onverwachts ineens. Ja. Dat was een foutje bij de EA Service van de FUT, dus het werden inderdaad 95 rated teams. Ja. Klopt, en dat gaan we dus nu ook zien. Je ziet allemaal spelers die je normaal gesproken niet ziet. Tenminste, alleen van het echte Eredivisie. Laten we de eerste wedstrijd erbij pakken. Dat is, als het goed is, AZ tegen Utrecht. Kijk eens aan. Kijk eens aan, Jan Kluppie. De Hopper. Tegen. De Hopper. Tim. Ja, gekke goals gaan we sowieso zien. Goals die we niet zoveel hebben gezien. Want ja, we spelen in een andere game mode. Dus ja, goals zoals we ze kennen zijn er niet zoveel. Ik vond deze zo mooi. Deze was wel heel apart. Ja. Die van de Sar. Of de Van de Sar, ja. Het is dus geen Van de Sar. Ja, met een kopster. Maar deze, vertel deze. Ja, dit is Mark die met L1 nog weg probeert te werken. Maar die pas Dost is een partijtje lang, hé. Ja. Die krijgt hem op zijn borst en dan is het doelpunt. En die Doefikas had er echt zin in. De 1 was voor hem. En de 3 ook. Dus Doefikas en Bas Dost doen het voor Utrecht. Ja, is dat de beste spits van Utrecht? Doefikas, ja. Ja? Griekse god. Net zoals Pavlidis. Ja, ook zo'n god. Ja, die staan hier tegenover elkaar. Ja, ook nog eens. Inderdaad. En dan is het AZ hier met de 2-0. Emre, die is hier best wel goed in. En ja. Het eindigt uiteindelijk in een gelijkspel. Daar schieten beide ploegen niet heel veel meer op. Utrecht was daardoor dus uitgeschakeld voor de finals. Die konden er niet meer heen. En AZ had ook liever gewonnen. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is, als het goed is, Vitesse tegen Excelsior. Dat is dan een best wel een kraker, als je het zo mag noemen. Want Damien is natuurlijk hartstikke goed. En Abdi doet het ook heel erg lekker. En dit is dan een lelijke goal. Ja, zo hebben we ze wel vaker gezien in deze game mode. Het is veel flipperkastvoetbal in die 16. Gelukkig hebben we ook nog heel veel mooie goals gezien. Zoals deze is lekker strak inspelen. Die zagen we ook veel. Gewoon strakke ballen. De 16 in, draaien, schieten. Maar hier deze, Damien. Ja, deze. Ja, wat hier ook gebeurt van duivenboden, jongens. Ongelooflijk. Ja. En toch ook die corners die werken. Maar ook, kijk hier weer. Wat is het nou? Ja, Vitesse. 3-1. Ja, dat is echt een hele rare goal. Davy Prupper die maakt hier de 3-1. Dan zien we hier een voorzet die ook weer bij de tweede paal belandt. Een belangrijke goal van Excelsior, want daarmee wordt het 3-2. Maar hij is nog niet klaar, Abdi, want hij gaat hier met ja, is dit dan een soort kung fu voetbal. Gaat hij ook nog 3-3 maken en daarmee moet Manuel toch nog aan de bak. Ja, en ineens weer een heel ander veld. Dat komt door de game mode, 95+, ander stadion. En hier gaan wij ineens Chio lekker zien gaan knallen. Want hier komt hij dus op 1-0 voorsprong. Dus Excelsior daar virtueel ook 1-0 voor. Maar dan natuurlijk Manuel zijn klasse. Die gaat hij ook laten zien. Manouf, Melvin Manouf. Hier met zijn golazo. En dan is het Excelsior. Die hier er ook weer eentje extra bij gaat prikken. Gio, die speelde vandaag ook weer erg goed. Goeie goals. Alleen ja, je speelt tegen een andere gigant. Dat is Manuel. Deze is mooi hoor. En die, kijk dan. Joh. Zo, Bialek. Hele mooie goal van Manuel Bachor. En die gaat daarmee de wedstrijd gelijk maken. Tenminste, hier is Van Duivenbode met de 3-2. En daarmee eindigt de wedstrijd in een 5-4 overwinning voor Vitesse. En daarmee zijn ze nog steeds in de race om eventueel eerste te gaan worden in de Eredivisie. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is, als het goed is, Fortuna tegen Volendam. Kijk. We zien daar geen Abdullah. Maar wel Koen. Maar wie is Koen? Koen Visser. Koen. Ja, die heeft al een keer een potje eerder gespeeld. Alleen die gaat niet beginnen. Vince begint tegen Colin. En die komt hier gelijk. Goede wedstrijd aan de kant van Fortuna. Vince natuurlijk tegen een grote club als Volendam in de E-divisie. Maar hier, wat een goal. Dit was echt wel een van de mooiste goals van de avond. Een cancel. En dan ramt hij er hem alsnog flink
flink tegenaan. Ja, knappe goal, want dit was inderdaad het tweede duel. De eerste wedstrijd werd waarschijnlijk 0-0. Dat was 0-0. Ja, dat was 0-0. Koen heeft wel gespeeld, maar het was 0-0. Maar dit was een hele belangrijke goal, want daardoor kon Volendam nog steeds kans maken op die periodetitel. Plus rechtstreeks plaatsing voor finals. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is Twente tegen Sparta Rotterdam. Dat is een wedstrijd op voorhand waarvan je zegt, ja, een beetje beide ploegen kunnen niet heel veel meer bereiken. Twente die wil zo hoog mogelijk eindigen in de eindklassering van de Eredivisie. Begint hier uitstekend. Milan is sowieso de laatste, vind ik, heel goed bezig. Ja, we hebben het al over Brent, maar Milan neemt een soort van het stokje zelfs deels over. Ja, want ja, Milan Brent hoeft niks meer te doen. Nee, Milan die beslist het al flink van tevoren, want waarom zeg ik dat? Hier weer een mooie goal van de spelers van Twente, ja, de echte spelers die ook in de Eredivisie spelen. Daar spelen ze nu dus mee. En hier Small op Tjerny. En dan gaat het allemaal heel snel. De spelersnamen komen niet eens meer boven. Maar volgens mij was Van Wolfswinkel die hem binnen tikte. 3-1. En dan hier ook nog de 4-1. En dan is het, als het goed is, Vlap inderdaad die hem erin legt. De tweede wedstrijd is met een 4-1 achterstand eigenlijk al gespeeld. Ja, ik vind het wel leuker als je het zo ziet, die velden en de spelers en zo. Het heeft wel iets verfrissends. Maakt het echter. Ja. Beetje, ja. Precies, alsof je echt een tweeluik ziet tussen dat we nu echt op het kasteel speelden. Ja, nee, echt inderdaad. Een beetje met ineens zie je schaduwen, ja, met andere stadions. Ik vond het wel iets leuks voor deze speelronde. Zeker weten. Volgende wedstrijd. RKC tegen Groningen. Groningen de laatste tijd niet lekker bezig. RKC staat onderaan. Dus daarmee kijk je naar een wedstrijd die eigenlijk ook nergens meer over gaat. Want als je dit soort goals ziet, dan word je ook niet vrolijk. Dit was de 1-0 en daar blijft het bij. Ja, Groningen is gewoon na die periode die ze hebben gepakt. Daarna waren ze nog best wel redelijk. Maar ze hebben ook echt wel een periode gehad dat ze flink zijn weggezakt. Ja, helemaal ingekakt. En je ziet ook aan de reactie, Marijn doet echt wel zijn best. Maar het wil gewoon niet lukken. Hier gaat hij dan wel scoren. Kijk eens aan. Ja. Maar ja, hij heeft al een achterstand goed te maken, dus dit is niet genoeg. Nee, hij stond natuurlijk al achter. En, ja. Ja, Groningen verliest weer, weer. Maar ze hebben de laatste tijd gewoon te weinig punt gepakt. Ze wonnen eerst gewoon wekelijks, maar de laatste tijd gaat het iets minder. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is onze koploper, die neemt het op tegen Emmen. Als het goed is, zien wij die in beeld. Dat is Levi de Beert, die mocht weer een keer meedoen. Die werd vorige week gepasseerd. Maar En dan lieten we zien wat hij kon. Ja, die laat zien wat hij kan. Luca is zijn naam. Die gaat scoren. Die scoort hier volgens mij gelijk nog een keer. Het is niet normaal. Oh, nee. Een mooie assist. Mooie assist, ja. Telt ook. De assist mooier dan de goal. En Max, die, waar je toch dan wel wat van verwacht. Die mooie boskrullen. We zien steeds een een chagrijnig gezichtje omhoog komen. Want hij krijgt allemaal doelpunten tegen van Levi. Ja. En het wordt nog erger. Ja, hier is die Robbie, legt met Luca gewoon even zo goed getimed. Even extra, hè? En dit was de 47e minuut en het stond 4-0. Ja, ik moet eerlijk toezeggen dat Levi weer echt ontzettend goed speelde. Ja, Levi Frederik, het was niet zijn dag. Hij verliest dan met 1-0. Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Ajax wint en doet uitstekende zaken. Staat daarmee nog steeds eerste in de Eredivisie. Dan gaan we door naar Heerenveen tegen Cambuur. Een derby van Friesland, niet de derby van het noorden. Want dat is vaak Groningen tegen Heerenveen. Maar dit is dan de derby van Friesland. En even kijken, Heerenveen met een... Ja, dit is goed. Die is bizar. Niet eens getimed en zijn reactie. Hij had het zelf denk ik niet eens verwacht. Hij probeerde het gewoon. Ja. En daar blijft het ook bij met dit goaltje. Tweede wedstrijd al. Hier Cambuur. Ja, via de keeper. Tim wel blij natuurlijk. Zo'n goal is altijd lekker meegenomen. En dan staat het weer gelijk. En dan gaat het eigenlijk alle kanten op. Want hier komt Cambuur ook weer met de tweede goal. Ja. En daar ook weer de vreugde, de schreeuwen. En het wordt Tim was goed bezig. Ja, Tim speelde heel lekker. Ja. Wie is dit? Van der Water. Hartstikke idee. Over die keeper heen in de hoek. En dan staat hij dus lekker voor. Maar kijk eens aan. Heerenveen gaat ook weer wat terug doen. Dennis laat zich horen. En ook niet één keer, maar twee keer. Ja. Want hier komt hij ook weer aan met de echte spelers van Heerenveen. Hartstikke idee. Pas. En dan zit hij door de benen van de keeper. Rare animatie. Ja, en dan gelijk spel. Was dat het voor de Friese derby. Ja, dat was de derby. Dan gaan we door naar NEC tegen Feyenoord. Dat is een belangrijke wedstrijd voor Feyenoord. NEC kan niks meer behalen. Maar Feyenoord wel. Die kan bij een overwinning zich plaatsen voor de Eredivisie Finals. En
op het moment dat dat gebeurt natuurlijk, dan ligt de spanning misschien wel een beetje. Want het is NEC die voorkomt. Daarna gebeurt iets raars. De controller kon niet meer geconnect worden ofzo. Waardoor de wedstrijd in de 60ste minuut opnieuw gespeeld werd. Tot de 45ste minuut. Ja, het is heel moeilijk om uit te zeggen. In ieder geval, dit was de 90ste minuut. Feyenoord wint met 2-1. En toen ging het pas eigenlijk naar het derde duel. Ze voelden dat misschien een beetje, toch? Ja, het was wel een beetje gek inderdaad. Maar ja, dat gebeurt af en toe. En dan zegt Talla, weet je wat? Ja, dit is ook echt weer. Ja, het kan misschien door de game mode komen. Ik denk het maar wel hoor. Als ik dit nu allemaal terugzie, ja, al deze goals en deze goalshow. Vooral het verschil als je zometeen de volgende goalshow gaat checken van speelronde 17. Dan wordt het heel raar. Maar deze met de echte clubs. En het was weer Talla's show. Die vond het leuk om met Feyenoord te spelen. Jan Baks was de man voor hem. Zei hij in een interview. En hier, hij blijft bezig. De player lock hier. Danilo goed weggestuurd. Schaar, versnelling. En dan weet jij, als Talla hier gaat aannemen en nog iets moois gaat doen, dit doet echt niemand. Is het Talla Showtime. Ja, het is echt voor de show. En ja. dat is Talla, die vindt dat leuk. Ja. Een beetje dat extra saus erop. Hier, kijk eens aan. Neemt hem zelfs nog aan. Jaagt hem in de hoek. 5-0 Talla tegen Jossa. Ja, dat was een overduidelijke overwinning voor Feyenoord. En daarmee zijn zij dus naar de finals. Dus gefeliciteerd Feyenoord. Wij zien jullie op 6 mei in Utrecht. De laatste wedstrijd, Go Ahead Eagles tegen PSV. Dat is een echte degradatiekraker. Ja, je kan niet degraderen in de Eredivisie. Dat zou misschien wat zijn als ooit de keukenkampioen-divisie invloed. Ja, dat zou het zijn. Oeh, dat zou leuk zijn. Dan moet je ook echt nog gaan spelen om niet te degraderen. Maar het is PSV die vandaag een goede dag had. Want ze winnen de eerste pot met 1-0. En komen ook eigenlijk niet in de problemen. In het tweede duel. Ja, hier heb je ook nog gewoon echt een Luc de Jong. Ja, met akka's en zo. Dat zien we allemaal. Bijzonder hoor. Het is wel leuk om te zien inderdaad dat de spelers in. En hier weer de Jong. Ja, die Jong die had er zin in. Ja. Bakker Jokko. Natuurlijk ook speler bij PSV. Slingert hem hiervoor en komt precies goed aan. Bij weer de Jong. Een hat-trickje. Ja, kijk eens aan. Topscorer van de speelronde 16. Zeg dat. En dan hier toch nog die goal voor Go Ahead. Ja, die maakt dan hier het foutje. Ali. En dan wordt het 3-2, maar goed, als het goed is, moet het genoeg zijn voor een overwinning. Klopt. De laatste plek zijn ze af. Ja, dit was speelronde 16. Volgende week zijn we met de ontknoping in speelronde 17. Kijk zeker ook die goalshow even, want dan spelen we als het goed is weer met normale teams. Tot dan. Ciao.